Oh, daar ga ik. Oh, het is nog een halve minuut. Nog meer. Don't you know I'm loco? Yes, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. En kijk eens hier. Au, zo. Waarom doe je dat? Oh, waarom is dat nodig? Oh. Zo, kom op. Ik word gewoon gebitslapt hier zo. Is dat jouw introductie? Hé, joh. Nee, dat is papa. Zeg dat papa. Kan maar geen papa zeggen. Zo. Nou jongens, als jullie ooit kinderen krijgen, of al kinderen hebben, dan krijg je ook dit soort situaties. En dit is geweldig, dit is genieten, man. En hier moet je van genieten zolang het kan, want dit gaat ook weer zo voorbij, man, als ze zo klein zijn. En alleen mis ik mijn andere snoepie, maar die is al beneden. Michaela! Mimi, kom erbij. Mag ik een kroel? Mimi, ook even lekker kroelen. Samen met Jera, met z'n allen. Yes, hier zitten we dan in de auto. En ik ben met Mimi. Ik ben met mijn twee matties. In ieder geval jongens, Stephanie die wou vandaag lekker de dingen gaan doen in het huis en zo. Ik zei, weet je wat, dan neem ik Mimi wel mee. Dus ik heb Mimi meegenomen, die zit erbij. Mijn matties heb ik bij me. Dus dat betekent dat Mimi vandaag one of the guys is. Maar we gaan vandaag ons wel gewoon gedragen als een voorbeeldige vader en voorbeeldige oompies. Zeker weten. Mevrouw, gewoon even lichtje aanzetten! Hier, Michaela, hier bij de oversteekplaats. Schreeuw iets. Hé, mama! Ja, leuk. Houd die telefoon, man! In 3, 2, 1, ja. Mama! Maar zie je, ze verstopt zichzelf, hè. Daarna. Mevrouw, even die banden oppompen! Mama, kippenvlees! Wat, kippenvlees? Ja, dit is leuk, dit is leuk. Yes jongens, vandaag zijn we hier in Spekenisse. Ik ben met mijn homies, QC, Cedric en mijn kleine nichtje. Oh jawel, we zijn hier papa. Oh jawel, hier. Mimi, gooi de moonwalk. lekker bezig. Voor jij ongelooflijk. We zijn net gewoon misschien net 30 seconden in de winkel. Ja, maar die stoel riep mij gewoon. Ik zit even. Dat is jouw verklaring. Dat is mijn verklaring. Dat is een mooie verklaring. Je weet toch wat voor verjaardag Cedric het liefst komt? Ja. Oké. Wat heb je, Mim? Voor je verjaardag. Maar je bent nog geen 50. Geslaagd. En wat ben je geslaagd dan? Stout. Wat is dat? Ja, dat je geslaagd bent. Ben je geslaagd? Nee. Oké jongens, voor de duidelijkheid, dit is geen lachgasballon. Dit is gewoon met helium. Hallo Mimi, alles goed? Ben jij mijn vriendje? Kom, ik wil een knuffel van jou. Hi baby, hoe gaat het met jou? Ja, gaat die weg. Ja, oh, zo. We zijn op een idee gekomen. Wij gaan met Mimi de speelgoedwinkel in. En 60 seconden, hè? Dus ik krijg 1 minuut de tijd om te shoppen wat ze wil. Iemand nodig, wie gaat de tijd bijhouden? Ik kan wel. Ja, houd je de tijd bij? Ja. En alles wat je wil moet je aan Cedric geven, die draagt er. Ja. 60. 60? Ja, we houden het bij, dus je hoeft je niet bezig te houden met de tijd. Dus Mimi,
Jij, wacht even hoor. Oh, dit is spannend. Ja, dit is ook spannend voor mij, jongens. Ik voel mijn hart al. Kom terug, wacht nog niet. 60 seconden. 60 seconden. Ben je klaar? Ja. Ben je klaar? Ik ga ook met jou mee. Oké, okay, wanneer ze daar voorbij is, doe ik hem aan. Ja. 3, 2, 1, ja. Ja, oh, nee. Ja. Weet je? Ja. Oké, kom. Wat nog meer? Flesjes! Ja, gelijk. Oh, die ogen, kom, let's go. Hoeveel seconden is er nog? Die ogen, wat daar ga ik. Oh, het is nog wel alweer een halve minuut. Nog meer. Wat nog meer? Weet je ook, kom, let's go. Oh, wat? Ja, wow. Ja, let's go. Wow. Hoe lang heb je nog? Oh. Je hebt nog even. Mimi. Nog 15 seconden. Wat heb je nog meer? Oké. Niks meer? Nog 7. En nog meer? Je hebt nog iets. Je kan ook iets pakken. Pak. Pak iets. Oké. Ja, 1 minuut. Ja, het is voorbij. Oké, okay, pak nog maar 1 ding. Je bent te laat. Nee, je mag nog 1 ding. Ah. Die? Oké. Ik ben helemaal stuk gegaan hier. Shit, dat ging wel los, was dat ging wel. Oh, mijn hart. Ik zag het naar die game gedeelte rennen. Ik zag PlayStation en ik dacht, wow. Ik zie het liever. Zo, alleen dat ding is al 34. Wow. Wil je er een Bixel omheen? Oh, nog iets. Hoeveel wordt het? Oh, 105 euro. Het is allemaal voor jou. 1 minuut. Dat heb je goed gedaan. Ik denk dat jij wel goed kan inklimmen in een minuut. Ja, hè? Mijn hart ging tekeer toen ze die kant op rende. Ik denk, ja, het is klaar nu. De game gedeelte. Ik dacht oprecht. Oh, maar jongens, wat was dit er toch waard? Wat heb ik gelachen. Oh. Nou, Mimi. Je hebt weer genoeg, hè? Wat heb je allemaal dan? Babyspulletjes. Babyspulletjes. Maar je hebt Jeremiah al toch, gasten? Nee, die maken ook neppe baby's. Je ook neppe baby's? Om te spelen. Oké, als je maar niet dit soort dingen gaat denken wanneer je 16 bent, dank u wel. Ik ken deze jongen totaal niet, maar ik denk dat het een van de grappigste personen is. Ik ga stuk op deze jongen. Lekker man. Ja, toch? Klopt. Ja, lekker pik. Ben je een patatje aan het eten? Ja, zeker. Ja, heerlijk. Top man, lekker man. Hey Mimi, wat ben je aan het doen? Ja, mooi, maar kom allemaal terug. Dan gaan we thuis uitpakken, toch? Wil je nog een SO doen naar iemand? Ja, naar jou, sowieso. Ja, heel love man, strijden. Ja. Lekker man. Ja, maar slapen, man. Slapen, dat is handig. Het is hè? Ja, toch. Het is gemixt. Lekker, man. Lekker, man. Mama, ze mogen voor 60 seconden speelgoed uit kiezen. Zo. Kijk, ik heb allemaal babyspulletjes. Oh. Mama, en ik heb nog een babyzetje. Ja? Van die meisjes zijn er. Ah. Zo, maar wat ben jij bezig? Mama! Hey, Jenna! Ja, jij mag ook over een tijdje gaan winkelen hoor. Voor 60 seconden. Lekker nee, dan gaan we gewoon rustig eten. Ja. Zo, nou, we gaan het eten en jij was hem zo wild aan het optillen, man. Wil je nog met papa mee naar Rotterdam voor je hier blijven? Dacht ik al. Oh, Jay ging hem optillen en ging huilen. Wat is dat nou, ome Jay? Oh, in de shit, man. En nog een bal? Zo, die blik. Vind je mij niet meer lief? Is het een nieuwe fase? Ja. Eenkennig? Ja, en als ik wegloop, hè? Bij papa ben je niet eenkennig, toch? Lees maar. Oh, nu is je papa. Kijk, mooi, allemaal. Ja. Nee, kijk. Oh, gewoon. Wat is dat? Het kan die lelijk kijken. Hoi.
Doei. Word jij een beetje eenkennig? Hij wordt niet op zijn gemak bij je, man, Jay. Je moet van die dat soort dingen doen, dat vind ik leuk. Hij is weer stil, I know what, Jay. Wat heb je gedaan? Ik weet niet. Oh, lieverd, vertel eens wat hier de situatie is. Want Mimi wou niet meegaan, want die wou met het speelgoed spelen. Ja. En toen zaten we eenmaal in de auto en... Ja, toen wou ze mee. Toch weer mee? One of the guys, of niet memes? Met de baby's. Gezellig dat Michaela weer mee gaat, one of the guys man vandaag, jawel! Ik ben aan het filmen. Ja, lekker man, pakketje terugbrengen. Waarom? Huh? Ik was er niet tevreden mee man. Oké, jongens, ik ben nog geen, wat, 2 minuten binnen of zo. En het is nu al helemaal afgehandeld man, het is echt snel gegaan. Jongens, dit is niet eens om reclame te maken, het is geen samenwerking met Coolblue. Maar ik ben gewoon altijd gek op Coolblue, die service daar altijd gewoon goed is, geen gezeik en zo. Gewoon makkelijk man, gewoon eventjes snel kijken en zeggen van ja joh, is goed. En daar hou ik van man. Dus hey, Coolblue, gratis reclame. Maar als je ooit wil samenwerken, je weet me te vinden. Jongens, dit is wel slogan van de maand, hè? Geen woorden, maar banen. Is een goede slogan, eerlijk. Ja, dat vind ik een goeie, dat vind ik een goeie. Ik heb trouwens ook mijn andere camera al heel de dag bij me. En ja, hier maak ik eigenlijk meer foto's mee. En ja, het is niet echt, ik vind het niet echt zelf flex qua vloggen. Dat doe ik liever met deze, omdat je ook uitklapbare schermen hebt. En alles erop en eraan. En stabiliteit vind ik iets scherper. Maar voor formats en zo, ja, dan is het toch wel meer deze. En voor foto's, man. Dat is echt mijn schatje, man. Ik wou hem eerst bijna wegdoen, maar dat gaat niet gebeuren. Oh nee, jij blijft van mij, papa. Jawel, jawel. Ja, kijk ze, hè. Eerlijk, maak wel goede foto's. Jawel, man. Zit er een paar goede tussen? Zeker weten. Fotograaf, man. Wij zijn ondertussen weer thuis. Steffi die is allemaal videoclips aan het kijken. Ja, vind ik leuk. Oude, vind je leuk om te doen, hè? Ja. Dat weet ik van je. Hoe was het? Dacht je zo zonder Mimi? Nou, ik heb veel gedaan. Ja, voor het lekker? Ja, Mimi was one of the guys. Ja? Niet dat ik het erg vind als het er is, man. Dat is even lekker soms toch wel? Ik ga deze vlog even afsluiten. Het was een hele leuke dag. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, man. Dus vergeet deze video niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Ik hou van jullie later. Kraa!